Jezus, koning Jezus. Hebben jullie deze boodschap meegekregen van deze man Gods? Wij moeten ons niet richten op onze problemen. Wij moeten ons richten op Jezus. Amen. Want bij Jezus kan elke probleem veranderen. Amen. En ik zal zeggen, bij Jezus zal elke probleem Amen. Veranderen. In de naam van Jezus. Amen. Want er is kracht in de naam van Jezus. Amen. Er is autoriteit in de naam van Jezus. Amen. En als Jezus in jou is. En hij is in jou en hij is met jou. Wat is er dan in jou? Autoriteit. Want hij is het licht. Hij heeft gezegd, gij zijt het licht van deze wereld. Dus jij bent het licht van deze wereld. Dat is heel iets anders. Hè? Als je dat door gaat krijgen, wie jij bent in Jezus, dan zal je ongelooflijke dingen meemaken. Amen. En jullie weten dat ik de verbouwing had in de garage. En dat ik een peesontsteking had. Nou, een normale peesontsteking, 6 tot 8 maanden ongeveer, heb je er last van. Ik heb geproclameerd dat het binnen een no time voorbij zal zijn en dat ik zal genezen zijn. En waarom? Omdat Jezus zit in mij. Amen. En daardoor heb ik kracht gekregen. Hoor je mij niet, Wilson? Jawel, maar mijn kies is ook genezen. Oh ja, jouw kies. Ja, klopt. Ja, Ilse bidt voor nieuwe tanden, want ze wil liefst alles weer nieuw hebben. Want ze zegt, God is nieuw. En elke dag is weer een nieuwe dag. Amen. En dat mag je weten. Elke dag is een nieuwe dag. En af je af heb je ook geen haar proclameerd dat je haar krijgt. Want kan je wel wat van mij krijgen. Halleluja. Weet je, er komen zoveel mensen waar ik gesprekken mee heb. En ook via regio pastor heb ik gesprekken met mensen. En dan komt het uiteindelijk op neer. Dat heel veel mensen zitten in de angst. Of heel veel mensen zitten in de vrees. Angst om niet rond te kunnen komen. Angst dat je energienota te hoog is. Angst dat je geen eten en geen drinken hebt. We laten ons in ons dagelijks leven. Laten we ons veel leiden door angst. Maar wat staat daar? Wie kan het even voorlezen? Doe maar. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verstrikt. Want de Heer, uw God, is met u. Overal waar gij gaat. Amen. Amen. Wees sterk en moedig. Wat is dat? Wat zegt God daar tegen jou? Het is een command. God die geeft jou een commando om sterk en moedig te zijn. Amen. En wees dat. Amen. Wees gewoon sterk en moedig. En laat je door niets of niemand, door welke situatie, nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, zullen wij kunnen scheiden van de liefde is die in Jezus is. En ik ben in Jezus. En dan zal je gaan zien wat er gaat gebeuren in jouw leven. En net als wat Toon Moed uitsprak. Er gebeurt iets als een klein pleintje. Het zal omhoog schieten. Het zal vrucht gaan dragen. In deze woorden die ik vandaag spreek, zullen vrucht gaan dragen in jouw leven. Spreek de positieve woorden uit. Maar het zijn heel veel mensen vandaag aan de dag. Ze spreken, ze profeteren over hun eigen leven. Als dat ze werkelijke profeten zijn. En ze zijn altijd bang. Ik vrees, zeggen ze vaak. Ja, ik vrees voor dit. Ik vrees voor dat. Ik vrees voor zus en ik vrees voor zo. Wij hebben een andere houding. Een andere attitude. Verander jouw houding. Verander jouw denken. Want juist het denken, dat is zo belangrijk.
Als ik jaren keek geleden naar mijn eigen leven en mijn denken, het was een rotzootje. Mijn denken was niet zo goed. Ik verdacht altijd in doemscenario's. Ik dacht altijd dat ik nooit genoeg geld zou hebben. Ik dacht altijd dat ik niet genoeg te eten had. Enzovoort. En dan denk ik van nee, jij moet je denken, Hans. Moet jij gaan veranderen. En als jij je denken gaat veranderen, dan gaat je houding gaat ook veranderen. Dus maak de negatieve gedachten van jou onder krijgsgevangenen van de Heilige Geest. En zet die negatieve gedachten in de gevangenis. En doe die deur op slot. En gooi die sleutel weg in de naam van Jezus. Laat je niet langer kluisteren door wat voor gevoel jij ook hebt in je leven. Maar laat je leiden door de Heilige Geest. Amen. Amen. Kijk, als we gaan kijken, hè, we moeten sterk zijn, we moeten moedig zijn en we moeten niet zinderen. Hè? Halleluja. Wat is vrees? Vrees kan een specifieke emotie zijn in ons dagelijks leven. Ik als legio-pastor, coördinator, heb ongeveer 20 jaar erop zitten aan pastorale gesprekken. En dan zie ik dat er heel veel mensen zijn die hebben vrees. Nou, ik heb ook wel een beetje een vrees. Ik zal niet mijn hand in een bak steken met zo'n hele grote spin. Wie doet dat wel? Mag ik even een hand zien die het wel doet? Oh, prijs de Heer voor. Ik heb een stel spin in huis die we daar verwijderd hebben. Dus ja, haal jij eruit. Prijs de Heer voor. Ik zie sommige mensen zie ik nu al zo zitten. Want die denken dat die spin nog op hem afkomt. We hebben allemaal wel een stemmetje in ons hoofd. Die ons probeert te brengen naar de afgrond van angst. Van vrees. Het zal jou nooit lukken. Heb je die woorden wel eens gehad? Je hebt een bedrijf, oh je zal wel failliet gaan. Het zal met jou niet goed komen. Jij zal nooit iets kunnen ondernemen, niet. En als het niet de mensen om je heen zijn, dan is het wel je eigen stemmetje. Ik had ook vroeger had ik zo'n stemmetje van, het zal mij nooit goed gaan in mijn leven. Ik zal nooit iets kunnen behalen. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Vraag in mijn naam. En? Ik zal het u geven. En dus ik kwam erachter, achter deze Bijbeltekst, dat u, wauw, zo krachtig was. Vraag in mijn naam. Zeg, Vader, ik wil in uw naam vragen dat ik op slangen en schorpioenen kan trainen. En dan is het niet een werkelijke slang, hoor. Ik haal niet die slang bij jou uit de bak, Deborah. Die laat ik er gewoon lekker zitten. En dat doe ik dus niet. Daar ga ik ook niet op lopen. Maar het zijn de duivel en zijn trabanten. Want die werken als slangen en werken als schorpioenen op mensenlevens. Ze proberen mensenlevens onderuit te halen door bedreigingen. En dus we hoeven niet bang te zijn voor die slang. Want die slang is misschien wel bang voor mij. Als ik hem aankijk. Dat heeft hij ooit al opgegeten. Nee, we zijn sterk en krachtig in Jezus. Halleluja. Angst kan leiden tot heel veel fysieke emoties. Ja. Als je kijkt hoeveel mensen geknecht worden door angst. Waar ik het over had vroeger, wat ik mee heb gemaakt. In het pleeggezin. Ik kroop al in één als ik bij de achterdeur stond. Dan was ik al angstig. En toen ik op een gegeven moment een jaar of 24, 25 jaar was. Dan was ik eigenlijk angstig. Maar ik liet nooit zien aan de mensen. Ze zagen altijd een persoon die niet uit de bank was. Maar ik was het wel. Want je kan ook zo'n hele mooie masker op.
En achter het masker, daar zit zoveel pijn en zoveel frustratie en zoveel boosheid. En dat had ik ook. Ik had heel veel pijn, angst had ik in mijn leven. Ik voelde me vaak minder waardig. Ik had gewoon, ja, angst, behoorlijk. En wat kan er met angst bij de mensen gebeuren? Wat gebeurt er dan met jou? Het flapje. Dus het bevries jou. Kun je ook zeggen. Juist. Het maakt je boos. Het maakt je boos, juist. Dat is ook een hele belangrijke, wat jij zegt, het maakt je boos. Wat gebeurt er dan met die boosheid? Agressie. Ja. En wat is er dan, die agressie? Wat gebeurt er dan? Keert hij zich naar jou toe of keert hij naar een ander toe? Je kan naar buiten exploderen, maar je kan ook naar binnen exploderen. Dan kan je zien wat er dus gaat gebeuren, wat angst teweeg brengt. Wat de duivel in jouw leven kan doen. Als hij een bedje heeft en hij kan daar zaadjes in zaaien van angst, dan gaat hij jouw leven, gaat hij het gewoon kapot maken. Daar is hij mee bezig. Maar prijs koning Jezus ervoor. We hebben niet te maken meer met angst. Of we hebben niet te maken met vrees. We laten ons niet opnieuw een juk aanpraten. Maar je kan ook ontsnappen. Ook uit angst en uit vrees. Weet je hoe? Hoe zou jij kunnen ontsnappen uit die angst of uit die vrees? Hoe kun je dat doen? Proclamatie. Alles denken. Jezus aanroepen. God zond zijn woord en genas hen. En deed hen aan de groeven ontkomen. Halleluja. Als je dat weet, dat woorden van God zijn de medicijn voor jouw vrees. En de laven is voor jouw gebeten. Dus dat is ook het mooie, dat wij kunnen elke dag kunnen wij het woord van God tot ons nemen. En dat is ook zo belangrijk om het woord van God tot je te nemen, want dat verandert jouw attitude, jouw houding. En dat wil God zo graag. God wil jouw houding, wil die veranderen. Hij heeft bijzondere dingen, wil hij in jouw leven gaan doen. Halleluja! Nou, daar hebben we het allemaal wel een beetje over gehad. Over angst. Ik had een vraag. Wie heeft angst? Wie? Mag die naar voren komen? Oké, kom eens even naar voren. Heb je de olie? Heb je die bij je? Oké.
Angst. Angst. Niet huilen, dat geeft zin. Weet je wat het probleem is? We gaan vaak gaan janken. God, je kan er helemaal niks mee. Ja, mag. Ja. Doe het maar, ga er maar achter staan. Halleluja. Nee, 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 zo goed jij erbij, erachter. Oké. Weer er vanaf. Ja, natuurlijk wel. Het is geen aanval op jou, hè. Kijk, vaak is het probleem, als we ergens vanaf willen, dat wij vaak de schuld naar onszelf toe gaan trekken. Ja, dat is vaak zo, hè. Wij gaan vaak de schuld weer op onszelf neerleggen. Maar wat ben jij? Jij bent in Jezus. Wat is de schuld betaald? Schuld is betaald door het offer van Jezus. Weet je waarom ik aan oren zal? Ze zal luisteren naar de Heilige Geest. Naar de Heilige Geest zal je alleen luisteren. En verder niet. Satan, ik gebied jou in de naam van Jezus om nu te wijken uit het hart, uit dit lichaam, in Jezus' naam door het kostbare, dierbare bloed van Jezus. Want het bloed van Jezus heeft jou vrijgemaakt. Eruit, demon. Eruit in Jezus' naam. Nu eruit. Eruit in Jezus' naam. Jezus' naam. Gebeurt. Leg je handen even op het hart. Eruit in Jezus' naam. Stenen hart. Bevroren hart. Ik gebied jou nu in de naam van Jezus, om een vlees van hart te worden. Vlees. Vlees. Vlees en hart. Vlees en hart. Vlees en hart in Jezus' naam. Ontvang, ontvang, ontvang. En elke beschuldiging vanuit het rijk der duisternis, dat je stom bent, dom bent, ontbinden wij nu. In Jezus' naam. Ontbinden wij nu in Jezus' naam. Er gebeurt nu al iets, voel je? Gebeurt iets. Ontbinden wij nu in de naam van Jezus. In Jezus' naam. 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 Vader, op de gedachten. Ik breng het onder heerschappij en onder de autoriteit van Jezus. Dank je wel, Vader. U zal haar gedachten vervullen met louter vrede, liefde en blijdschap. Heer, ik dank u wel, Heer, dat haar leven vanaf vandaag, vanaf nu, totaal veranderd zal zijn. Jezus. Jezus. Jezus naam. Jezus naam. Angst. Ik gebied jou nu om het lichaam te verlaten, het hart te verlaten. Hart, ik gebied je nu om angst los te laten in de naam van Jezus. Jezus naam. Jezus naam. Wat gebeurt? Weet je niet. Nou, kom maar even lekker zitten. Even gewoon even genieten. Ja, mag je meenemen met je wil. Ja, 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 ik ga verder. Ja. Halleluja. Prijs God Jezus. Psalm
34, vers 5 en 6 zegt: Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hen zich niet kleuren. Ik denk dat David, een man naar Gods hart, ook enorme dieptes meegemaakt heeft in zijn leven. Is dat zo? Ja. Ja, is dat zo? Dat David veel dieptes meegemaakt heeft in zijn leven? Ja. Ja. Maar David wist wie Jezus was. David wist de connectie met de Heer God. Amen. Jesaja, wees niet bang. Wees niet bang. Wat voor angst kun je in je leven hebben? Wat voor angst? Mensenangst. Oké, kom maar even naar voren. Mensenangst. Angst voor mensen, wat zegt de Bijbel daarover? Angst voor mensen. Ja, nee, maar angst voor mensen, zegt de Bijbel. Spant een strik. Spant een strik. Dus wat gebeurt er? Wie op de Heer vertrouwen is als een sterke zorg. Amen. Dus op een gegeven moment kan het meemaken dat je een strik om je hals hebt. Want wat gebeurt er met vossen? Die worden gevangen in een strik. Of met fazanten. Een koperdraad om je nek. Om op dat moment eigenlijk weer in je bril afzetten. Lieve schat. Ja. Een koperdraad om de nek. Waarom? Omdat je wordt verstrikt. Je wordt afgesmoord. Maar in de naam van Jezus gebied ik nu de koperdraad. Om je nek weg te gaan. In Jezus' naam. Jezus' naam. Heer, dank u wel voor uw autoriteit. Voor uw autoriteit over Tonja. Dank je wel, Vader. Heer, we plaatsen nieuw leven in haar. In haar oren. In de naam van Jezus. We zetten haar onder uw autoriteit, Vader. Onder uw almacht, onder uw kracht en onder uw liefde. En ik zeg tegen jou, demonen, duivelen, eruit in Jezus naam. Nu, eruit in Jezus naam. En ook die angst voor mensen, eruit in Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. Eruit je. In Jezus naam, wat hoor jij? Hoor je iets? Nee. Alleen angst. Wat hoor jij? Wat hoor jij nog meer? Nee. Ik bad van de week voor jou. En ik ga die geest van dood, die jou probeert tegen te houden, die jou probeert te strikken, die ontbind ik in de naam van Jezus. Ik zeg geest van dood, nu eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus naam. Geest van zelfmoord. Eruit in Jezus naam. In Jezus naam. Jezus heeft de prijs betaald voor jou. Jezus naam. Jezus naam. Geest van verwerping. Eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus naam. Eruit. Een onreine geest. Eruit in Jezus naam. Nu. Eruit in Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. Eruit. Schiet je wil jij je handen op het hart liggen.
eruit in Jezus' naam. Nu! Eruit in Jezus' naam. Onreine geest. En geest van zelfverwerping. En geest van zelfmoord. Eruit nu in Jezus' naam. In Jezus' naam. Ik heb jou bevolen om eruit te gaan. Doe je ogen open. In Jezus' naam, eruit! Eruit in Jezus' naam. Je hebt geen recht op Tonja. Zij is een kind van God. Ogen open houden. Zij is een kind van God. Zij is gedoopt. Zij is wedergeboren. Zij is vervuld met Gods geest. Steek je handen omhoog. Jij bent vervuld met Gods geest. De kracht van Jezus in jou. Kijk mij aan. Ik ben Jezus' naam. En ik gebied jou. Geest tot zelfmoord. Nee, de ogen open houden. In Jezus' naam eruit. Jezus naam eruit. Halleluja. Eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus naam. Eruit goed. Zo, ik doe het goed. Eruit in Jezus naam. Ik doe het goed. Amen. Zeg maar eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus naam. Ogen open. Eruit in Jezus naam. Geest tot zelfmoord. Eruit in Jezus naam. Nu. Geest van dood, eruit in Jezus' naam. Spreek mij maar na. Geest van dood, eruit in Jezus' naam. Nu, in Jezus' naam. Bloed van Jezus voor jou. Bloed van Jezus, zeg maar. Bloed van Jezus heeft me vrijgekocht. En ook, ik verbreek elke binding met het rijk van Satan en met de satanistische beweging. In Jezus' naam. In Jezus' naam, eruit, in Jezus' naam. Eruit, in Jezus' naam. De prijs is betaald. Prijs is betaald. Vader, het stenen hart zal nu een vlezen hart gaan worden. In Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam. Halleluja. Dank Jezus voor het dank. Zeg maar hier, dank je wel, u heeft me vrijgemaakt. U heeft mij vrijgemaakt. Heer, van de geest tot zelfmoord. En nu eruit. Geest tot zelfmoord. In Jezus' naam. Voor reine geest. Eruit in Jezus' naam. Voel je wat gebeurt? Pijn op je borst. Heeft het te maken met je hart? Nee, het heeft te maken met je hart, weet ik. Oké, Vader, Heilige Geest, doorstroom maar, doorstroom, 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 Vader. Doorstroom dan, ja, in Jezus' naam. Doorstroom maar, Vader. Reinig haar nu. Laat haar hart kloppen. Heer, het stenen hart, Vader, ik dank u wel dat het eruit is. En dat het nu een vrezen hart is geworden. Heer, in de last van het verleden zal nu moeten wijken van deze geest, van deze mens in Jezus' naam. In Jezus' naam, Heilige Geest, wees maar welkom. Wees welkom. Wees welkom. Dank je wel, Vader. Halleluja. Amen. Halleluja, prijs koning Jezus. Weet je, gebed is belangrijk. Gebed is een machtig wapen. Want wat elk wapen wat tegen ons gesmeed wordt, zal geen stand houden, omdat wij gebed hebben. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, want God geeft daar kracht aan. Halleluja. Halleluja. Prijs koning Jezus ervoor. Van de week kreeg ik nog een openbaring. God liet mij zien iets bijzonders. God liet mij zien, of een paar weken geleden, ik was ergens op de Wallen, zoiets in Amsterdam of een andere plaats, ik weet het niet precies. Maar het was een soort seksclub, was dat. En ik zag daar mensen met hele donkere, duistere gezichten. En de Heer zegt, ga naar binnen. Ja, maar Heer, ik wil niet. Ja, ga naar binnen.
Ja, hier, ik heb geen zin erin. Ik ben een beetje bang. De Heer zegt, ga naar binnen. Ik ga naar die man toe en ga tot hem preken. Dus ik loop naar binnen en ik begin net als een mitrailleur, begin ik tot hem te spreken. En ik ben bezig, en ik ben bezig, en ik ben bezig. En op dat moment zie ik iedereen in deze ruimte huilen, huilen, huilen en tot bekering komen. Zeg, Vader, ik dank u wel dat u aan het werk bent in mijn leven en in mijn hart. En dat u buitengewone dingen gaat doen, en daar geloof ik in. Want het is de tijd geworden voor de kinderen Gods om uit te stappen. Het is jouw tijd geworden om uit te stappen in die volle kracht van de Heilige Geest. En laat je door niemand weerhouden. Ik was gisteren, was ik even in Holtebroek. En ik zat even op een terrasje. En er zat een man, die zat er vlakbij mij. En ik keek hem aan. En er liepen heel wat jonge lui, die liepen voorbij deze man. En hey, hi, dit, dat, hi, dit, slim. En ik denk zo, jij bent de maffiabaas. Jij was echt, hij is een hele grote in de onderwereld, dat zag je gelijk. En ik ben niet bang voor hem. Maar ik ben niet bang voor hem, omdat ik niet bang ben, maar ik ben niet bang voor hem, omdat ik Jezus in mij heb. En op dat moment zei Heer, wat wilt u tot hem zeggen? En de Heer die sprak tot mij, ga naar hem toe en vertel aan hem dat hij een sterke persoonlijkheid is. En dat hij voor vele mensen kan zorgen. En dat hij als een soort vader is. Dus ik kom naar hem toe. Ik zeg, hey, ik heb een woord van God voor jou. Oh, zegt hij. Woord van God voor mij? Ja. Oh, oh, oké. Zeg maar. En ik vertelde dat aan hem. Oh. Zeg, jij bent ook lief. En ik denk dat die woorden, dat voor hem waren als 20 kogelgaten in zijn lijf. Want een maffiabaas die lief is, dat wil je niet zijn. Maar God die kan hem. God die weet precies wie hij is. En ik denk, Heer, waarom moet ik deze woorden zeggen? Zo, nou, Heer, laat u dan nog maar weer een keer iemand nog tegenkomen. Die ook misschien ook deze woorden vertelt aan hem. En dat hij zegt, hoe kan dat? Er is net één geweest, die heeft het aan mij verteld. En nu jij weer. En dat hij dan op zijn knieën gaat om Jezus aan te nemen. Je weet nooit hoe God werkt. We weten dat God werkt. Amen. Maar hoe die werkt, weten we soms niet. Maar dat maakt helemaal niks uit. Wij denken altijd aan hele grote genezingsdiensten. Met 600 of 700 mensen die daar zijn. En dat 20 moeten genezen worden van hun oren. En nog een aantal krukken moeten er door de lucht heen vliegen. Ik ben ook zo'n favoriet daarvoor. Ik hou er ook wel van. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Want de genezingsdienst begint in jouw binnenkamer. Daar begint de genezingsdienst. Als mijn volk zich vernedert en bidt, dan zal ik zwollen gaan veranderen. Dan zal ik mensen gaan veranderen. Dan zal mijn kracht zal zichtbaar gaan worden. Dan zullen de situaties in jouw leven veranderen. Als mijn volk zich vernedert en bidt. En daar gaat het om. Dat is het belangrijkste.